Mediawet, artikel 270b, lid 1. Het college van burgemeester en wethouders zorgt voor de bekostiging van het functioneren van de lokale publieke media-instelling als de gemeenteraad een advies over de representativiteit heeft uitgebracht en daarbij positief heeft geadviseerd. Lid 2. De bekostiging betreft vergoeding van de kosten die rechtstreeks verband houden met het verzorgen van de lokale publieke mediadienst, voor zover die kosten niet op andere wijze zijn gedekt. Op zodanige wijze dat op lokaal niveau in een toereikend mediaaanbod kan worden voorzien en continuïteit van bekostiging is gewaarborgd. Veel gemeenten in Nederland worstelen met de uitleg van het woord bekostiging. Bekostiging is een wettelijke verplichting. Voor lokale omroepen blijven gemeenten tegengemaakte afspraken in, vaak spreken van subsidie. Subsidie is een vaak tijdelijke, geldelijke ondersteuning. Bekostiging richt zich op instandhouding van wat je belangrijk vindt. Voor veel lokale omroepen in Nederland speelt momenteel de discussie met de gemeente over wat de bijdrage van de gemeente zou moeten zijn voor het voortbestaan van de lokale omroep. Veel gemeenten houden zich nog vast aan de oude term subsidie en gaan daarbij voorbij aan de wijziging van de Mediawet in 2008... en de afspraken die tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de koepel van lokale omroeporganisaties zijn gemaakt. In 2008 is in de Mediawet namelijk vastgelegd dat wanneer de gemeente beschikt over een lokale omroep, zij verplicht is die zodanig te bekostigen dat de lokale omroep haar werkzaamheden op een goede wijze kan uitvoeren. Als tegemoetkoming in die kosten krijgt de gemeente een vergoeding uit het gemeentefonds. De Mediawet verplicht gemeenten en lokale omroepen te overleggen over de omroepbegroting om te bepalen wat de bijdrage van de gemeente moet zijn om de omroep te kunnen laten functioneren. Hoewel de wet hier duidelijk over is, moesten voor de bekostiging van de lokale omroepen in diverse gemeenten juridische procedures worden gevoerd. Om deze procedures te voorkomen hebben de VNG en de koepelorganisatie van de lokale omroepen in 2012 een convenant gesloten, waarmee duidelijk werd wat lokale omroep en gemeente van elkaar mochten verwachten. Subsidie werd vervangen door een bekostigingsrecht. Toch blijken veel gemeenten zich hier niet aan te houden en weigeren om na overleg over de omroepbegroting geld te verstrekken vanuit het wettelijk vastgelegde bekostigingsprincipe. Feitelijk overtreden deze gemeenten de wet. Onlangs mocht ik weer eens horen hoe een gemeenteraad in de landen over de lokale omroep maar half en onjuist door de wethouder werd voorgelicht, waardoor de discussie over het voortbestaan en de daaraan gekoppelde subsidie en niet over de bekostiging en het daarvoor te leveren product ging. In veel gevallen blijkt dat de gemeente het wel van belang vindt dat er een lokale omroep is, maar nalaten om de aan deze wens verbonden verplichte financieringswijze te aanvaarden. Zo ook in Amstelveen. Ja, kijk, het is natuurlijk bekend dat het water ons op het ogenblik echt aan de lippen staat. En daar willen we wat aan doen. Alleen daarvoor zijn we wel afhankelijk van de gemeente. De wethouder heeft ons enige tijd geleden een kijk- en luisteronderzoek en een rapport, of in ieder geval een rapport opgesteld door een extern deskundige, beloofd. Nou, die twee die zijn klaar, die hebben wij alleen nog steeds niet. En elke minuut telt voor ons op het ogenblik. Willen wij meer commercie, dus meer inderdaad inkomsten door reclames, moeten wij dat kijk- en luisteronderzoek kunnen overleggen. Want dat vraagt de adverteerder. Wat is jullie bereik dan? Ja, en dat is er op het ogenblik niet. En dat is zonde, want wij willen door. Want het is zo'n mooie organisatie hier. Nu ook weer, we werken met 7 stagiairs. We hebben een heleboel vrijwilligers. En allemaal doen we ons best om de Amstelvenen te informeren. En dat gaat goed. We zijn de laatste jaren journalistiek gezien enorm gegroeid. We willen nog meer programma's maken en ook uit de gemeenschap, uit heel Amstelveen, krijgen we steeds meer positievere geluiden dat we de goede kant op gaan. En dat willen we ons nu niet door de neus laten boren. Vandaar. Want ik spreek regelmatig collega's en die, als die horen voor wat voor bedrag wij radio, televisie en internet maken, zeggen ze dat dat onmogelijk is. En eigenlijk betekent het voor ons nu ook dat het onmogelijk wordt. En dat betekent dat RTV Amstelveen gaat verdwijnen. En dat is iets wat wij niet willen, maar wat u volgens mij ook niet wilt. Dus we kunnen uw steun keihard gebruiken. RTV Amstelveen kan uw steun juist nu goed gebruiken. Geef ons een like.
Dit kan via onze Facebookpagina facebook.com/rtvamstelveen. Heeft u geen Facebook, dan kunt u ons altijd een mail sturen. Die kan naar info@rtva.nl. Namens het gehele team van RTVA, bedankt.